wij gaan lekker eten. McDonald's. Zoals altijd. Het was een hele onderneming om dit te halen. Maar goedemorgen, Mark. Ik ben trouwens met Rozen. Maar dat kennen jullie wel. Dat kennen jullie wel. We hebben allebei een cheeseburger. En allebei nog een losse Happy Meal met cheeseburger. Lekker. Alsjeblieft. Ik heb ook lekker appeltjes voor erbij. Oh, wat goed. Kijken. Oh, we hebben een boek. Hier, sausje. Thanks, darling. Ja, ik weet dus niet wat ijs is en wat cola is. Ijs is ingedrukt. Als het goed is. Volgens mij is het altijd zo. Het is al steeds ingedrukt. Ja, dan is dat ijs. Maar er waren aardige stumperts die er. Dus je zou goed zouden kunnen dat ze het omgedraaid hebben. Oh, het was me echt warm nog. Ja? Nou, dan mag ik open voor ze. Maar echt. Oké, ik ga even kijken. Dit is de ingedrukte. Oh, ze hebben mij ook twee dekseltjes gedaan. Twee deksels? Volgens mij zit wel ijs tegen. Oh. Dit is ijsteen. Ja? Dat is ingedrukte ijsteen. Zal ik snel vragen of mensen nog leuke vragen hebben? Originele vragen? Ja, vraag jij maar of mensen vragen hebben. Even denken, wat ga ik op eerst? Ze hebben weer die verpakking veranderd. Wat wil je nou? Je moet hem hier scheuren. Ja, maar je kan hem nu ook hier scheuren. Kijk, dan heb je het goed geschreven. Iets hoger bakkie. Oh, ik ben alleen vergeten te vragen zonder augurk. Oh, ja, I'm sorry for that. Maar ik vind dat wel lekker. Wat heb jij nou? Geen fiets zelfs? Ja, ben je niet goed bij je pa, zei. Nou, Dagmar die neemt dus soms wel eens. Maar soms vind ik het ook wel eens lekker om gewoon te nemen. Maar ik had wel graag eigenlijk eentje van een cheeseburger gewild. Ja. Maar goed, hè. We kunnen niet alles hebben wat we willen. Hebben jullie een vriend? Ja. Dat cool dat ik nu ook weer kan zeggen. Ja, boyfriend. She got a boyfriend. Maar wie is er gelukkiger? Ja, dat is de vraag. Voor onze weet, voor jullie. Ja. Nee, voor jullie. Ja. Voor onze weet. Nee, het is toch voor, ja, voor onze weet, voor jullie en een raadje of zo. Het is toch voor jullie, voor jou een vraag, voor mij een weet. Ik weet niet, maar het klopt wel. Ik weet niet. Oh, lekker dit. Hoe laat is het? 12:30. Cheers. Cheers to that. Favoriet eten van de McDonald's? Ik denk de cheeseburger. Ja. Oh, sowieso. Ik vind de patat ook wel lekker hoor, maar... Ja, maar de cheeseburger is altijd goed. Ja. Vroeger deed ik altijd patat op mijn cheeseburger ook. Ja, ik vind dat heel vies. Maar ik lustte dus echt tot een half jaar geleden... Nou, ik lustte wel een cheeseburger, maar ik had gewoon nog nooit gegeten. Dus ik dacht dat ik het niet lustte. Heerlijk vind ik dat. Wie doet dat nou nog meer? Er is volgens mij nog... Of ben jij dat gewoon? Nou, ik doe het niet altijd. Er is iemand geweest die dit al een keertje heeft gedaan. Maar het kan best zijn dat jij dat was. Dat zou best wel kunnen. Maar ik vind de Big Mac ook echt verrukkelijk. Ja, ik heb dat dus al heel lang niet gegeten. Echt al heel lang. Wat is jullie beste openingszin? Ja, ik heb dat echt nog nooit gebruikt. Ik ben daar echt te pushy voor. Maar... Ik zou denk ik zeggen... Is je vader soms een DJ? Want jij hebt echt een plaatje. Ja, gewoon van dat soort dingen. Maar stel nou dat een jongen niet op jou afstapt, maar je vindt hem echt het einde. Zou je er dan op afstappen? Wat zou je dan zeggen? Ik zou denk ik juist een beetje oogcontact maken. Ja. Gewoon een beetje... Ik zie jou, zie je mij? Gewoon een beetje echt op zo'n meisjesmanier aandacht vragen. Waarvan, ja. Waarvan jongens nooit weten dat het dan is dat je aandacht wil, maar... Nou, dat zij het niet door hebben inderdaad. Ja. Ja. Maar ik kan dat soort dingen ook helemaal niet hoor. Ja, geen idee meer. Ik zou oprecht niet weten. Ik zeg soms wel eens tegen Mila van, zullen we een keertje op een feestje doen? Alsof we elkaar niet kennen. Zeg maar gewoon zoals vroeger. Mm-hmm. En dan weer een beetje met elkaar flirten en zo. Maar hij maakt me echt uit als idioot als ik dat zeg. Ja, maar ik kan het ook gewoon niet hoor. Ik ook niet denk ik. Maar ja. Ik ben echt sowieso ook een lompe harp. Sorry. Ja. Hey. Zo, weet je, ja. Beschrijf elkaars karakter. Kut. Lui. Vervelend. Ja, ik vind dat heel lastig om te omschrijven. Ja. Ik vind jou wel een heel leuk karakter hebben, maar dat komt omdat je best wel gewoon op mij kan lijken ook. En ik vind mezelf gewoon heel leuk. We zijn best wel hetzelfde. Ja. Vind ik. Mm-hmm. Eigenlijk wel. Ik denk dat andere mensen ons ook heel irritant kunnen vinden. Ja, dat weet ik al zeker eigenlijk. Maar... Ja, ik vraag me echt af of er mensen zijn die mij even haten. Gewoon echt pure haat. Ja. Want kijk,
Natuurlijk, er zijn, hoe heet dat, wel eens mensen waarvan je weet, oké, ze hebben veel haters. Maar ja, zeg maar niet echt haters qua mensen die je niet kent, maar mensen die je persoonlijk wel kent. Want ik haat haar echt. Ja. Mag haar echt niet. Ik zou dat dus oprecht niet weten als er echt mensen zijn. Ik ook niet. Dus als je nou later bent, laten weten. Daar ben ik ook helemaal niet aan. Ja, toch? Dat als iemand iets zegt van, oh Roos, dat het anders zo kut wijf. Hou op, ik kan niet over haar praten. Ja. Ja. Omg, ik wil dat weten. Kappus. Omg. Omg. En dat zou ik dus echt heel graag willen weten. Of er mensen echt soort van lelijk over mij praten. Ik zou best wel lelijk over mezelf mee willen praten. Namelijk. Want genoeg te zeggen over mezelf. Ik heb het nog nooit gehoord via van, oh ja, die heeft toen dit over jou gezegd. Maar snap je wat ik bedoel? Nee, ik weet alleen wel. En ik heb ook niet echt ruzie met iemand. Ik ook niet. Wezen, verdenken. Volgens mij niet. Niet naar mij weten, niet in ieder geval. Maar wel mensen waar ik minder mee omga dan vroeger, maar geen ruzie. Nee. Als je elkaar ziet, is gewoon hoi. Mm-hmm. Maar ik dan ook bijvoorbeeld, wel dat ik dan wel heb, is dat dan hoor ik van vriendinnen of zo dat andere mensen aan hun gaan dingen over mij gaan vragen. Hoe bedoel je? Nou, hoe het met me gaat of. Oh, zo ja. Op dingen waar ik nu mee bezig ben. Dan denk ik, ja, ik kan het ook gewoon tegen mij vragen. Mm-hmm. Oh, dit is wel grappig. In welke tv-serie zou je willen leven? Leven? Mm-hmm. Gossip Girl. Oh ja. Dat is ook een serie natuurlijk. Ja, ik zou niet echt in een serie willen leven, want het gaat altijd leven kut eigenlijk. Ja. Zo. Ja. Penosa lijkt me wel grappig, maar ik zou er niet in willen leven. Nee, ik ook niet. En er gaat altijd wel iemand dood in je familie daar zo. Oh. Ja, ik zou dan denk ik ook wel zeggen Gossip Girl. Maar wie zou je dan willen zijn? Blair. Ja? Ik vind haar erg leuk. Ja, ik vind zeg maar Serena dus ook leuk, maar die krijgt wel zoveel commentaar op haar dak. Daar zou ik echt niet kunnen hebben. Ik vind haar zo irritant. Echt? Haar karakter gewoon. Oh, nee, niet. Toevallig, de laatste tijd kijk ik dan met Mila best wel vaak Gossip Girl terug. Mm-hmm. Oh, shit. Wat is die saus? Die saus. Continu, als iemand anders doodgaat, zeg maar bij wijze van spreken, dan is het zielig voor haar, vindt zij. Oh, ja, ik heb het echt wel heel lang niet gekeken eigenlijk. Ja, ik kijk er nu met een ander perspectief naar. Ik ben nu ouder. Ik ben ouder, wijzer. Ah, vroeger. Toen ik, volgens mij heb ik het voor het laatst gekregen toen ik 17 was of zo, dan zou ik echt hebben gezegd, ja, in het begin Serena en aan het einde Blair. Ja. Weet je, want in het begin vond ik Blair niet zo leuk. Zeg maar omdat ze gewoon best wel kattig was. Ja, ze was echt gemeen. Maar ja. Maar aan het einde ging ze wel beter. Ja. Ja. Zouden jullie ooit mee willen doen aan het tv-programma? Ik zou wel GTST willen spelen. Ja? Nou, mij lijkt dus bijvoorbeeld, kijk, ik zou echt niet weten of ik het kan. Expeditie of zo. Ja, expeditie zou ik wel aan mee willen doen. Ja. Ook al lig ik er na 2 dagen uit, omdat ik die opdrachten waarschijnlijk, als ik dat nu uitleg op tv, denk ik, waar de fuck heb ik het over? Wat moet ik doen? Ja. Of ja, wat gaan zij doen? Maar wat moet ik doen? Nou, voor het kijken. Rijden. Nee, dus dat lijkt me wel leuk. Maar ik weet niet hoe lang ik het vol zou kunnen houden hoor. Of als ik geen relatie had gehad, zou ik echt willen meedoen aan Love Island. Ik ook. 100%. Ik ook. Zou je ooit mee kunnen doen aan Temptation? Nee. Dat zou ik echt nooit kunnen. Ik heb dat echt niet mogen van mijn ouders ook. Nee, maar voor wat doe je dat ook dan? Ja. Maar het is nu een soort van andere, ander iets of zo, toch? Ja, love or leave. Hmm. Dan zijn het dus zeg maar geen verleiders, maar gewoon vrijgezellen die op zoek zijn. En dan gaan ze dus wel jou proberen te verleiden. Dus eigenlijk ben je single en dan gewoon wil je dus iemand in een relatie wil je van iemand afpakken omdat jij zelf een relatie had. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde concept, alleen dan op een nettere manier. Ja. Soort van. Ja. Waarschijnlijk gewoon omdat Temptation Island gewoon zo'n slecht beeld geeft over alles en iedereen. Ja. Krijgen jullie veel haat? Nou, eigenlijk niet. Niet zo ver, of wat ik ervan weet. Nee. Dat zeg maar. Ik krijg het nooit echt dat het tegen mij gezegd wordt. Nee. Heb je nog veel vriendinnen over van de basisschool? Nee. Ik meer vrienden van de basisschool. Nou, ik had zeg maar Dagmar, die zat bij mij echt in de klas. Mm-hmm. Dagmar sowieso van de basisschool. En Zoe kende ik via de basisschool, maar we zaten niet bij elkaar in de klas. Zij zat een jaar onder mij. Ja. Dus ik ken haar wel van de basisschool. Dus ik ga nog wel met Dagmar Zoe om. Het zijn twee vriendinnetjes. Maar verder? Volgens mij niet eigenlijk. Ik weet het niet. Nee? Ik ook niet echt. Slapen we met sokken aan? Nee, ik slaap niet met sokken aan. Ik ook niet. Ik heb wel zeg maar echt van die lekkere wintersokken voor 's avonds. Ik ook. Als het echt koud is, ja. Maar ik slaap niet met sokken aan. Ik ook niet.
Ik vind het juist altijd wel lekker als ik het een beetje koud heb eigenlijk. Want dan kan je jezelf helemaal inwikkelen in je dekens. Ja, oké, okay, maar ik vind het niet lekker om echt koud te zijn. Nee. Gewoon een beetje lauw. Oh, wil je nog frietsaus? Nee, dat vind ik niet eigenlijk. Ik heb namelijk zojuist wel goed. Wie is onze favoriete influencer? Jij? Nee, mijn favoriet. Ik heb er eigenlijk geen één. Het is niet dat ik zeg... Oh, ik ook niet. Ik vind Monica Geus heel leuk, maar... Ik ook niet eigenlijk, wow. Ik ben niet echt een fangirl van iets. Webs. Welke kleur kleding vinden jullie jezelf het leukste aan? Zwart. Ja, ik draag echt altijd zwart eigenlijk. Zwart wit. Ja. Nou, ik heb zeg maar... Ik had echt een tijd dat ik echt alleen maar kleurtjes droeg. Echt alleen maar... Jij hebt echt blauw, lila, roze, geel. Alles. Zelf een jaartje geleden of zo. Beetje voor de zomer was dat een beetje. Ja. En nu... Ja, ook veel basic kleurtjes wel. Ja, maar niet veel zwart. Mooi. Ik draag niet zo heel veel zwart. Nee, ik wel. Ik draag echt, ik kan echt elke dag gewoon zwart dragen. Ik weet ook niet hoe het kan, want zoveel zwarte kleding koop je niet. Maar ik draag gewoon altijd zwart. Wat was vroeger onze favoriete kleurencombinatie? Ik had dus altijd, je had toch van die stabiele, had je dan ook schijfles op de basisschool? En dan als je dan 5 stickers had of 5 krullen, dus je had 5 keer mooi gedaan, mocht je de 6e keer met een kleurtje schrijven. Ja, dat had ik niet hoor. Echt, oh ja, wij hadden dat wel. En dan deden we altijd, of we deden altijd, ik weet nog, Dagmar had altijd lila en turquoise. En ik had altijd een beetje appeltjes groen en lichtroze. Van die stabiele pennen. Ja, een kleurencombinatie, ik weet niet. Dat is vroeger echt mijn 2 dingen. Kleurencombinatie, ik weet het niet. Ik was er niet zo mee bezig. Sinds wanneer ben ik, jij ook sneller met eten? Normaal heb ik het altijd binnen 2 happen op. Ben ik nou zo bleek of lijkt dat op jouw camera? Gewoon zo. Ik zit daar maar zo op te kijken. Maar... Oké, deze is wel een leuke voor jou. Favoriete sneakers op dit moment? Ja, ik denk dan deze. En welke sneakers zou je nog willen? Ah. Deze hebben we met Sandro Astro. Die draag ik eigenlijk gewoon bijna elke dag. Of mijn Yeezys. En ik zou heel graag nog nieuwe Yeezys willen, denk ik. En ja, dat. Ja? Ja. En met zo'n Fleur durf jij niet te rijden? Nee. Ja, maar Rosa vindt rijden gewoon veel leuker. Wil je een stukje rijden hier? Nee, ach nee. Durf niet. Ik ga niet uit van je vader zit rijden hier. Nou, dus deze auto gaat aan alle kanten kapot, dus. Hoe sta je tegenover polygamy? Wat is dat? Weet ik niet. Zal ik het opzoeken? Polygamie. Oh, ik dacht polygamy. Oh ja, ik weet niet. Een huwelijksvorm waarbij 1 persoon tegelijk gehuwd is met 2 of meer personen. Nou, als je daar gelukkig voor moet je dat lekker doen, maar... Ja, ik zou het zelf nooit doen. Nee. Maar ja, iedereen moet doen wat hij wil. Ik wist niet eens dat dat zo'n woord had, joh. Dan ja, gewoon een driehoeksvouding. Nooit meer een vriendje of nooit meer vrienden? Sorry. Dat vind ik een beetje een rare vraag. Ik kan mezelf er niet echt goed op inwerken. Oké, laatste. Okay. Waar mag ik jou voor wakker maken? Ja? Ik weet het niet. Maar ja, McDonald's. Je moet mij s'nachts sowieso gewoon niet wakker maken eigenlijk. Nee? Dus als ik tegen jou zeg, kom we gaan op vakantie, dan ja, zeg okay, je nee, ik blijf liggen. Dan blijf even liggen. Gaan we morgenochtend wel. Ja. Jezus. Echt erg zijn wij. 2 ventjes. Heeft de Rosa nou een vriendje? Het eten is op. Onze zin is ook weg. Het leven is een fop. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En voor het luisteren naar ons gebrabbel en het kijken hoe wij aan het eten zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en doei! Oh, dat is echt erg.